En denk je dat het intimiderend over kan komen op zo'n meisje? Nee, want ze doen het vaker bij mij. Oh ja? Ja. Jij wordt ook nageroepen op straat. Ja. En wat zeggen ze dan? Ja, ze vragen mijn snap, ze vragen mijn Insta of mijn nummer. Ja. Oké, okay, populaire jongen hier. Ja, valt wel mee. Je kijkt naar Abnetwerk. Hoi, vandaag zijn we in Rotterdam. Hier werd in december het verbod op straatintimidatie van tafel geveegd door de rechter. Wij vroegen ons af, is zo'n verbod eigenlijk wel nodig? We peilden de meningen op straat en we vroegen het aan Tanja Hoogwerf van Leefbaar Rotterdam. Ik sta hier met Tanja Hoogwerf van Leefbaar Rotterdam en zij maakt zich al een aantal jaar heel druk om straatintimidatie in Rotterdam. Klopt dat? Ja, dat klopt helemaal. Ik zit nu 5 jaar in de raad en ik ben er ook al een beetje 5 jaar mee bezig. En het is ook hard nodig. Ja, precies. Want dat was een van onze vragen. Is het eigenlijk wel een probleem hier? Ja, het is een gigantisch probleem. Toen ik eigenlijk net aan de slag ging, was ik ook veel met mensen in gesprek. Hè? Wat speelt er nou in de stad? En een van de eerste dingen die je eigenlijk altijd terug hoort is, nou ja, ik kan niet gewoon normaal over straat. Zonder dat ik om de 3 meter lastig word gevallen. Hé, pst, schatje, hé, hoer. Dat zijn allemaal geen uitzonderingen. Dat was voor mij echt een reden om te zeggen, nou jongens, hier moeten we echt wat aan doen. Dus ik heb toen een voorstel ingediend in de raad om die straatintimidatie beboetbaar te maken. Word je wel eens nageroepen of nagefloten op straat? Ja. En wat voor soort dingen? Hey dame, hey douche, zulke dingen. En wat voor dingen worden dan geroepen? Ja, gewoon van alles. Een meisje. Ja, fluiten vooral. Ja, fluiten. En je ziet gewoon hun hoofden omgedraaid en ook gewoon heel ongegeneerd staren, dat soort dingen. Ja. Waar ga je heen? Wat ziet er mooi uit? Wat ga je doen vanavond? Het is gewoon niet zo netjes. Intimiderend ook. Ja, fluiten meestal. Ja, best wel vaak fluiten. Als ze maken die gekke geluiden. Ja, van fluiten. Van dat gechillen, weet roepen. Je wel. Ja, zo. Alsof je kat bent, weet je wel dat. Ja. Of gewoon roepen, hey, meisje. Ik ga gekkigheid. Ja. De Erasmus Universiteit heeft een onderzoek gedaan naar de omvang van het fenomeen seksuele straatintimidatie in Rotterdam. Nou, daaruit bleek dat ruim 80% van de vrouwen dagelijks last heeft van straatintimidatie. Ruim 60% van die vrouwen past dagelijks haar gedrag erop aan. Hè? Dus andere kleding, oogcontact vermijden, niet dezelfde route naar huis lopen. Het is een groot probleem. En dat verbod is er toen gekomen, niet over 1 nacht ijs dus. Maar nu hebben we dus een paar weken geleden gehoord dat het verbod geen stand kan houden. Kan je uitleggen wat er precies gebeurd is? En als ik het zelf zou begrijpen, zou ik het proberen uit te leggen. Nou ja, het Hof heeft gezegd, het verbod op straatintimidatie zoals we het in Rotterdam hebben gedaan, dat mag niet. Het gaat in tegen de vrijheid van meningsuiting. En daarnaast moet het landelijk maar geregeld worden en mag een gemeente dit niet zelf organiseren. Het is echt een belachelijk verwoorden, want de rechter zegt dus, 80% van die vrouwen in Rotterdam, daar heb ik maling aan, die zijn vogelvrij. Maar de vrijheid van meningsuiting van de hufter die denkt dat hij een vrouw lastig kan vallen, die gaat voor. Het is bizar. Ja, dus eigenlijk zegt de rechter, hoer roepen vind ik belangrijker dan dat een vrouw zich veilig op straat voelt. Daar komt het op neer. Oké, want in Rotterdam was er een verbod en dat is sinds kort weg. Wat vind je van zo'n verbod, dat vrouwen niet nageroepen mogen worden? Ik denk wel goed. Ja? Want met respect en zo. Kom je uit Rotterdam? Nee, uit Arnhem. Oké, en heb je wel vriendinnen die zeggen, ik heb er wel eens last van? Ja, maar die zijn ook allemaal wel wat dat ze er dan wel wat van zeggen. Ja? Ja, op zich wel. Niet echt allemaal zo onzeker of zo. Ja, niet dat je dat daar wat mee te maken heeft, maar wel van, ja, ik weet niet. Ik denk dat als je het gaat negeren, dat er een... Ja, nee, ja. Het ligt ook natuurlijk aan qua persoon. Soms lok je ook wat uit, kan je ook beter niks zeggen. Maar ik heb vaak wel zoiets van, joh, doe het lekker tegen een ander of zo. Niet tegen mij. Ja, want het is wel respectloos. Ja, precies. Ja, daar hou ik gewoon echt niet van. Dus. Vind je het vervelend? Ja, ik persoonlijk wel. Zou je het chill vinden als het verboden was? Ja, eigenlijk wel. Zou je het chill vinden als het verboden was? Ja. En wat voor dingen worden geroepen? Nou, dat weet ik zo niet. Maar gewoon kijken ook veel. Ja. Oh ja, en dat is heel intimiderend. Of... Ja. Dat wel, ja. Zou je zo'n verbod wel chill vinden? Eigenlijk vind ik het wel... Ja, natuurlijk moet het ook de andere kant moet het ook niet gebeuren, maar ik vind het alleen maar goed. In Rotterdam was het verboden om nageroepen te worden. Er stond zelfs een straf op, echt een boete. Ja. Wat vind je daarvan? Nou, ik vind dat wel goed, want ik geloof wel dat sommige meiden er echt last van kunnen hebben. En ja, het is natuurlijk ook gewoon niet netjes. Ik bedoel, nee. Nee, het hoort niet.
Dus ik vind het wel goed dat het gewoon bestraft wordt. Ja, zeker. Want het gebeurt in Rotterdam zeker heel erg veel. En wat zou je ervan vinden als er een verbod zou komen? Ja, vind ik heel goed. Maar dit is toch al? Ik krijg gewoon boete. Dat was er. En dat verbod is 3 weken geleden door de rechter van tafel geveegd. Nou, dus... Ja. Oh, dat vind ik schandalig. Maar je kan het ook niet controleren, hè? Want het is jouw woord tegen dat van iemand anders. Dus in die zin snap ik wel dat ze het weghalen. Maar je kan het niet controleren. Ik bedoel, als jij zegt ik heb gefloten, of hij heeft gefloten en ik zeg het was niet zo, ja. Ja, of ze zeggen het is, ik heb het niet naar jou bedoeld of zo. Dus ik denk niet dat je daar heel veel aan kan doen. Dus ik snap wel dat ze het hebben weggehaald. Ja. Ja, ja, nou, de rechter zei dat het een inperking van de vrijheid van meningsuiting was. Ja, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Ja, dan wil ik wel een keer een bakje koffie met die rechter doen, want dat is niet oké. Nee, dan is die rechter zeker geen vrouw. Ik heb geen idee wat de rechter was. Ik denk het niet. Dat een man is. Ja, denk ik ook. Misschien wel zo'n man die dat zelf ook doet. Nou, dan zegt de rechter dus het zou landelijk moeten worden geregeld. En is dat eigenlijk niet ook gewoon het beste, dat we het gewoon landelijk doen? Nee, ze zijn landelijk al jaren bezig. Ahmed Marcouch heeft een aantal jaar geleden samen met een collega Kamerlid een initiatiefvoorstel ingediend. Dat ligt al zeker 3 jaar. Daar gebeurt gewoon niks mee. En als er straks wel wat mee gebeurt, want uiteindelijk zal het wel een keertje komen, dan moeten nog gemeentes dat zelf gaan organiseren. Je kan dat gewoon niet vanuit het landelijke opleggen. Het is landelijk een probleem. Er is een onderzoek gedaan door het CCCV, het Landelijke Instituut voor Criminaliteit en Veiligheid. Ruim 30% van de gemeente zegt het is hier urgent. Dus het speelt wel overal. Het is niet alleen een Rotterdam, Amsterdam of Haagse ding. Maar laat alsjeblieft nou de steden dat zelf regelen. Wij zijn er veel beter toe in staat. Jongens, mag ik jullie wat vragen? Ja. Roepen jullie wel eens een meisje na op straat? ik heb niks met interview, man. Roep je wel eens een meisje na op straat? Roep ik wel eens een meisje naar op straat. Als ze heel mooi is, wel. En wat zeg je dan? Ja, ik weet eigenlijk niet. Roep je wel eens naar een meisje op straat? Ja, sowieso. En wat zeg jij dan? Hé, mooierd. En denk je dat zo'n meisje dat intimiderend vindt? Vervelend? Hangt vanaf. Hangt vanaf eigenlijk. Misschien wel, hè? Misschien wel. Dat zou kunnen wel willen. Hou je rekening met bijvoorbeeld 's avonds over straat gaan of iets dergelijks of je alleen bent? Ja, zeker wel. Ja, ja. Ik ben niet graag alleen in de avond. Ik zorg wel voor dat ik gewoon met vriendinnen ben. Drukke straat maakt me wel niet echt uit, maar echt een steeg of zo zou ik niet per se... ik ontwijk het wel, ja. Ga je wel gewoon alleen over straat, ook in het donker enzovoort? Dat niet hoor. Nee, daar hou ik sowieso ook niet zo van. Ik heb wel zoiets als het niet hoeft, dan niet. Ik ga het ook niet opzoeken. En denk je dat het intimiderend over kan komen op zo'n meisje? Nee, want ze doen het vaker bij mij. Oh ja? Ja. Jij wordt ook nageroepen op straat. Ja. En wat zeggen ze dan? Ja, ze vragen mijn snap, ze vragen mijn Insta of mijn nummer. Oké, populaire jongen hier. Ja, valt wel mee. Bedankt voor het kijken naar weer een nieuw item van Up. Vond je dit nou een leuke video? Doe dan even een duimpje omhoog en abonneer je op ons kanaal. En dan zien we je graag een volgende keer terug.